Hey mensen, je kijkt naar Spooky 1611 en vandaag gaan we weer Sleeping Dog spelen. I need to talk to you, meet me at the K-bar and so. Wacht even. Waaah! Wow. Yeah! Zo, deur echt dicht. Vooral als er misschien mensen storen. Yeah! Alright, we gaan naar de intensive care. Want ja, everybody ligt in de intensive care. Ik moet met Raymond praten. You have a car in here? Ja, ik kom elke dag weer naar hem toe voor die auto. Go enjoy yourself. What? Hij blijft erbij zeggen. En nog snap ik het niet. Ik wil op aan de linkerkant blijven, Zander. Goed zo. Dit is een Neo Evo auto. Ik heb die straatraces totaal niet gedaan, maar dat lijkt me ook een beetje saai op een of andere manier. Echt zo'n, ja, het moet maar. Weet je wel. Ik moet helemaal heen, joh. Ik ga hier langs allemaal straatraces. Dat zal allemaal wel. We gaan gewoon voor de main story. Anders blijven we een beetje haken in het verhaal en dat is niet zo leuk. Nog 900 meter. Maar het is helemaal eronder. Hoe kan dat nou? What the fuck, dat is raar. Nu loop ik er van weg. Of rij ik er van weg. Ik loop niet. Maar ik rij. Gewoon even lekker over de snelweg crossen. Shit. Dit keer ging het niet zo goed. We hebben een paar keer gehad dat dat echt heel goed ging. Daar weer zo'n knokbattle op de map. Dan moeten we hier in. Dukke duk. De spookkast. Nou. Nu loopt het weer een beetje af. Oh shit. Yeah, rijden als een tank voor de win hier. Dan moeten we er hier af naar Victoria Peak. Ja, weg jij, joh. Zo keur. Oh shit. Rechts, dan naar links en dan zijn we er eindelijk bijna. Jemig man, we hebben een hele expeditie begaan. It's all about the driving. Ja, ja. Oh, daar heb ik zoveel minpunten voor gekregen, hè? Om hem te overrijden. Want dat mag hier juist niet, de Sleeping Dogs. Want voor de mensen die dit misschien zo van even, oh, ik ga even kijken wat dat is. Sleeping Dogs, daar ben je undercover. Dus je mag niet te veel mensen aanrijden en zo. Het is niet Grand Theft Auto van, hey, fietsje omrijden. Ik krijg helemaal minpunten voor. Nou, de Wong Fu Park Hangout, daar waren we. En we praten. Maar we wachten tot die er is. Hij is er nog niet. Serious. Hello? Oh, hi Momo. Wait, get down here. Jesus, Ricky, what's happening? It's the 18K. They're all over the damn place. They're trying to kill Uncle Poe. Oh shit. Holy fuck. Ze proberen Uncle Poe in het ziekenhuis te vermoorden. Foute boel. Wow. Dikke wheelie. Yeah. Oh shit. Ja, het moet maar. We moeten snelheid maken. Oh, Uncle Poe gaat niet dood. Die hele 18K is daar nu weer. Oh, wat hebben we weinig tijd. Maar we zijn er. Ja hoor, daar staan ze al. Where the fuck is Holy Uncle Poe? Shit. I don't know. Where what? The fuck is Uncle Poe? He's over there.
Ze praten ook allemaal vloeiend Engels. Die Luke Sun on Yi. En daar ben ik ook. Wow, wat was dat? Wat een geluid. Get to the elevator. Waar is die elevator? Daar doorheen. Kom dan. Huh? Kom dan. Hè? Huh? San Anji? Dikke eenmanszaak hier dan. In mijn eentje. Oké, lag hier niet ergens een coole gun? Zo! Zullen we wegvliegen? Yeah. Kom maar. Pistol met tactical light? Nee jongen, we gaan voor deze epische gun. Bij de Uncle Po gaat dood. Het zou echt wat zijn. Oh, you don't look so good, Wei. You don't look good at all. Nou. Oh, wat? Oeh, gelukkig ben ik net boven. Zo, die heeft flinke gun. We hebben allemaal wel een flinke gun, zo te zien. Die pakken we. Hoppakee. Uncle Po's room. Coming. Oh, daar is Uncle Po's room. Coming. Where is he dood? Whoa, easy. 18K shut off the power. Uncle Po is on life support. If we don't get backup power running right away, he won't make it. Okay, look, there's a control station down the hall. I'm on it. Holy shit. You guys are beginning to annoy me. Can we lock this place up? I'll take care of it. I got you covered. You fucking bitch. Gewoon zo een beetje heen en weer lopen en alles komt goed. Ik wou net zeggen. Ha! Oh, time remaining. Maar ik ben er al. Oh, maar we moeten nog wat dingen doen. Hack the system. Daar gaan we weer hoor. Onze hacker gaat weer aan het werk. Complete. Oh nee. Nee. En dat in 1 minuut 50. Wat hebben we goed? 3 moet ergens anders. En 1 moet ergens anders. Doe daar 1. En 4 en 8 kunnen sowieso niet. Dus wat kan wel? 5. Oh, alleen. Oh, wauw. Oké. 6. 2. Yes! Oh, dat deden we super snel. Alright, I'm coming back. Oh shit. En dat zou je net zien. Bitch. More of them! Over here! I got you covered! Okay. Oh shit, nee. Ga control, nee! Ik druk steeds op Q om te schuilen, ik moet schuilen. Oké, we beginnen gewoon meteen hier. Waar zijn ze? Oh, behind us? Jezus, man. Hoppakee. We hebben weer genoeg leven om dit soort shit uit te halen. Kom dan. Hoppakee. Nog niet dan. Hey, ga nou!
What the fuck, man? Die dikke die hebben van die shotgun. Die zijn echt wel krachtig. It's clear, come on. Ah, wou ik net een shotgun pakken. Damn it. Nou, wat gaan ze doen? That was close. Nice work. No, man. We just got lucky. Where was our backup? Who was looking out for us? Fuck. No one ever looks out for you in this town. I don't know, man. Feels like the game has changed. Used to be a brotherhood. There was a code, even amongst rival triads. Now we're killing each other at weddings, even in a fucking hospital. And for what? Shit. Let's get out of here. Politie. Maar Uncle Poe dan? More cops. Kiddo, kiddo. Hoi op. Hey, die kan geen Engels. Dus alle gangs kunnen Engels en de rest niet. Oh shit. Moet ik rijden? Ik moet rijden. In de panzer. There's a lot of them. I'm beginning to dislike. Oh shit, dat zijn nogal flinke politieauto's. Oh shit, die spant daar gewoon. Die winauto die daar spant. Dat ziet er zo dom uit. Spant hier zeker ook weer. Ja hoor. Zomaar op de weg. Nou, en toen waren we ze kwijt. I think we're clear now. I'm glad you showed up, Way. I appreciate you calling me. What's next? It's up to Uncle Poe. But I'm guessing war. Yeah, but against who? Those guys were 18K. I'm starting to wonder. A lot of people stand to benefit, and I'll drop you here. Cam, niet beschadigd. Hey Ricky, keep it tight. There aren't that many decent guys left in this gang. Alright. Yes, we did it! Awesome! Woe! Er gebeuren weer heel veel dingen hier. En we hebben nog die upgrade. Die politie upgrade. Dan doen we of increased focus. Of action hijack reduced heat. Action hijack being changed. Doe die maar. Ja, die doen we. Bam. Awesome. Wat is het volgende doel? Go to bed. Convoy intercept. Dan doen wij één van die twee de volgende keer bij Sleeping Dogs. Ik bedank jullie voor het kijken. Bedankt jullie voor het abonneren. Druk op het duimpje omhoog. En tot de volgende keer. Play with and watch Rockstar in GTA 4 multiplayer in the next. Wat? In the next? Ik weet het niet. GTA 4 multiplayer. Kan je met makers spelen. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. Ciao.